kijkt naar de straten van Amsterdam en we zijn nog steeds in Ruigoort. Welkom in Ruigoort. Inderdaad, welkom in Ruigoort. De vorige aflevering hebben we het gehad over de geschiedenis van Ruigoort. En er is hier nog zoveel meer te zien dat we hebben besloten er nog een aflevering van te maken. En we beginnen hier in dit prachtige huisje van Anita Jansen. Zij is fotograaf van bijvoorbeeld NRC Handelsblad en het Parool. En zij leeft hier en ze staan al voor de deur. Hallo. Anita, welkom in de uitzending. Hoe maakt u het? Nou, ik maak het fantastisch. En jij? Goed. Nou, wat heeft u een mooie hoofddeksel? Ik zeg hem bedankt. Noem me maar jij, want ik voel me anders zo bejaard. Dat heb jij ook, hè? Ik ga u zeggen. Ja. U? Ja, tegen jou. U bent? Roos. Roos, onze vuurspuugster. Oh, kunnen we daar wat van zien? Zullen we het afspreken morgen in Paradiso? Nee, nou, leuk. Anita, mogen we even verder komen? Roos, gaat u mee? Oh ja, ja. U, hè? U, hè? U, ja, dat blijft nu ook u. Zo, hier hangen mooie plaatjes aan de muur. Ja. Zelf gemaakt? Ja, dat zijn foto's die ik heb gemaakt in India. We reizen veel en als ik we zeg, dan heb ik het over Tosca Nietrink en ikzelf. En deze zijn gemaakt voor de NRC, daar werken we voor. En Tosca woont hier ook of leeft hier ook? Die heeft ook al haar atelier. En die heeft zich verstopt, want die had er geen zin in. Oh, nou, jammer. Maar dan, ik vind het al leuk om met u te doen. Want kunt u iets vertellen over uw atelier? Ja, u kunt wel iets vertellen. Nou, dit is een van de weinige huizen eigenlijk die er staat. Er zijn allemaal nieuwe ateliers bijgekomen. Dat zijn houten constructies. En hier heeft ooit heel lang geleden een taxichauffeur ingewoond. Toen Ruigoort net gekraakt werd. Wat doet een taxichauffeur nou in Ruigoort als kunstenaarsdorp? Nee, maar we praten echt van heel lang geleden. Dus we hebben het over, weet ik veel. Hoe lang, Roos? Want jij bent hier langer. 30 jaar geleden, 30 jaar geleden. Ja, Jacques Snijders was de taxichauffeur. En zijn familie en zijn kinderen zien opgroeien. En Jacques die was echt een oude rouwdouwer. En hij was er zo niet mee eens dat hier allemaal krakers kwamen op een gegeven moment. Toen heeft hij alle verwarming eruit geslagen. En dat was een beetje minder. Ja, dus jij zit hier nu in de winter niet? Ja, nou, in de winter zitten we er niet zoveel mee. En we hebben wel een hele mooie houtkachel. Maar die verwarmt natuurlijk niet het hele pand. Dus dat is best wel pittig in de winter om hier te zitten. Ja, jullie zitten hier nu 1,5 jaar. Ja. Volgens mij is het best lastig om hier binnen te komen in Ruigoort. Ja. Klopt dat? Is niet heel eenvoudig. Wij hadden de mazzel dat Tosca die was trofeehouder tijdens Vurige Tongen. Dat is een literair festival. En toen zag ik zo al die nieuwe ateliers hier. Ik zeg tegen Tos, wij komen hier al zo lang. Wij gaan gewoon proberen om hier binnen te komen. Goede brief geschreven. Ik dacht, nou, het zal een lekkere vage club zijn. Maar dat is het dus helemaal niet. Dus we waren, een flinke ballotagecommissie. En we hebben ons beste beentje voorgezet. Zo. En ze mochten gewoon bij, Roos? Ja, nou, ze paste er, hoe noem je dat? Tussen. Meteen alsof ze er al jaren woonden. Ja. Werkten. Ja, wij hebben ons 15 jaar geleden ooit moeten splitsen in werken en wonen. Ik woonde hier vroeger. Er waren families met kinderen. Die moesten naar school. En 15 jaar geleden verloren wij alle procedures, juridisch, politiek. En toen was er nog net een gaatje waar we ons voor in de handen mogen knijpen. Maak er een cultureel dorp van. Toen moesten wij, we kregen met een soort schandalige voorkeur een huis in Amsterdam. Dat moest. Je moet je inschrijven. Dat heb ik dus. En dit moest een atelier worden. Ja, bijvoorbeeld Sjaak de taxichauffeur. Die wist niet, ja, die is, heeft een huis gekregen in Halfweg. Maar jullie zeggen de hele tijd jullie werken hier. Ja. Ja. Maar als ik even stiekem hier om het hoekje kijk, is er wel gewoon een bed. Nee, dat is een loungebank. Ah, je moet af en toe moet je even nadenken. En dan moet je eventjes gaan liggen over de filmpjes die ik maak, of de foto's die we maken, of de reizen die we doen of zo. Daar moet je even over nadenken. Dus je kan hier natuurlijk op slapen. Want af en toe wordt het ook wel eens laat, hè, met al die feesten hier zo. Dus, ja, je zei het net al even, je maakt hier ook filmpjes, ook in Ruigoort. Ja. We hebben als het goed is iets klaarstaan in de regie. Misschien kunnen we er even naar kijken voordat we verder praten. Mid jaren 80 was ik op zoek naar de Indianen in mezelf. En ben toen op Schiphol op het verkeerde vliegtuig gestapt en in India beland. En daar heb ik het ballongezelschap ontmoet. Die gaven daar namelijk
één keer per jaar op de plek waar ze zaten een fantastisch feestje. Op het strand waar ze zaten, ze woonden. En rond dat ballongezelschap kende zij de man niet. Er hing een hele magische 60s, 70s vibe. Dus ik was heel nieuwsgierig naar. En ze gaven een fantastisch feest. En toen bleken ze dus om de hoek in Ruigoord te wonen. En toen ben ik in 1988 bij het allereerste Goa Trans feestje in de kerk van Ruigoord. Ben ik voor het eerst hier terechtgekomen. Dat was mijn kennismaking met dit mooie kunstenaarsdorp. Bijzonder portret, mag je wel zeggen. Ja, ik weet niet wat jullie hebben laten zien, maar het is een bijzonder portret, denk ik. Kabouterhuisje. Het kabouterhuisje, ja. MC Alfredics. Die heeft een kabouterhuisje en daar kun je lekker chillen. Dan kun je geen drank krijgen, alleen maar thee en chai. En er zijn hier natuurlijk heel veel feesten, dus dan is af en toe chillen wel heel lekker. Ja, en ik zag hier net al het parool open liggen. Ja. Roos, ben jij dit? Ja, dat ben ik, ja. Mooie vlam. Kunnen we het toch nog even stiekem zien? Ja, ze kan het nog hoor. Dat verleer je niet meer, net zoals fietsen. Wat heeft u gemaakt voor het parool? Samen met Tosca Nietering, je gaat je switchen een beetje heen en weer, hè? Tussen jij en... Ja, omdat de ene moet... Roze is u en jij bent jij, dus nou goed. Het is een beetje ingewikkeld. Ja, en ik ben ook u. Oké. Okay. Roos, wat heb jij gemaakt voor het parool? Roos heeft niks gemaakt, maar ik... Roos heeft vuur gespuugd en ik maak samen met Tosca Nietering een serie over alle evenementen in het parool. En dan zitten wij altijd als een soort heepje en heepie zitten we een beetje verstopt in het beeld. Er zijn twee vriendinnen van mij die geven, eentje geeft les op de fotoacademie in Amsterdam. En die maken deze fantastische serie eigenlijk. Mooie foto's trouwens. Ja, prachtig. Ja. Dus sta je er goed op? Ja, dat heeft nogal wat om het lijf. Want ze vroeg van, kan je ook die kant op vuur spugen? Nou, dat kan niet, want het gaat om de wind. En, maar ze heeft het goed gedaan. Treedt u ook wel eens op? Heel veel. Ja, vroeger. Nu wereldberoemd in Ruigoord voor de kinderen of zoiets. En ik dat doe ik nog. Maar ik heb echt de hele wereld rondgereisd met vuur. Vlam fataal. Mag ik uw mond even zien? Tanden. Ja, tanden. Het is heel tevreden. En uw tong zit er nog in. Er hangt hier ook van allerlei prachtigs aan de muur. Ja. Maak jij dat of is dat Tosca werk? Die foto's die zijn allemaal van mij, zeg maar. Er hingen niet op meer foto's, maar we hadden open atelierdagen, dus er zijn een paar verkocht. En Tosca is sinds een half jaar gaan schilderen. En waar je nu naar kijkt bijvoorbeeld zijn de Bikini Clowns. Oh, ja. Met Gordon en Bart Chabot. En die hebben allebei de gedragen onderbroeken aan van, hoe heet die bromsnor ook alweer, die brompot? Nee, Douwe Bob niet. Maar zo'n oude knorpot die altijd bij de slimste mens zit. Dat zijn zijn gedragen onderbroeken. Nee, niet Albert de Lange. Ik kom er nu ook even niet op. Roos, wat vind je ervan? Ja, heel erg leuk. De Bikini Clowns. Nu zie ik het ook, wat ze doet. Maakt ze meer van deze serie? Ik zou zeggen, vooral doorgaan hiermee, denk ik. Maar ze is heel veel aan het schrijven en we reizen heel veel. Dus het is een beetje allemaal tussendoor. En ik zie daar prinses Beatrix. Ja, Beatrix nog in goede doen, zeg maar. En dingen die hebben allemaal dubbele lagen. Hè. Als je goed kijkt zitten er allemaal hamburgers in verstopt. En zijn er veel honden die je kan zien. Heb je daar ook een beetje, zit er ook iets van Ruigoord in? Is dit echt de inspiratie? Wat ik wel ontzettend leuk vind hier sinds dat we hier zijn gekomen is dat er lopen hier zulke vreemde mensen rond dat wij helemaal niet meer opvallen. En het is gewoon een inspiratiebron. En het is gewoon heel leuk om het is eigenlijk een gezellige open inrichting. Zo kan je het beste omschrijven. En al die mensen die inspireren elkaar ook op een bepaalde manier. En dat is gewoon ontzettend leuk. Er worden ook heel veel feesten hier gegeven. Ja. Je woont zelf in de Jordaan. Ja. Is het dan, waar is het dan feestelijker, hier of in de Jordaan? Nou, hier ben ik aan mijn tweede jeugd begonnen hoor. Dat is echt partytime. Soms is het wel eens lastig, want we hebben regelmatig dat er dan van die hele grote drumband staan, weet je wel. En als je dan moet inspreken of een filmpje moet maken, dan vluchten we wel eens naar de Jordaan om daar eigenlijk het echte werk te gaan doen. Heb je zin om nog even mee te lopen, een stukje? Nou ja, we hebben eigenlijk een vergadering, maar we doen het gewoon. Oh, nou, Roos, heb je ook nog tijd? Ja, ik ga mee. Maar voel je dan meer, omdat je woont ook in de Jordaan, voel je dan meer een Jordanees of een Ruigoorder? Ja, ik ben eigenlijk een overloophagenees.
Dus ik ben ongeveer 25 jaar geleden ben ik naar Amsterdam verhuisd. En ik voel me wel heel erg thuis in de Jordaan. Maar kijk om je heen, deze groene puist. Dat is gewoon heerlijk. Je komt hier zo aanrijden door dat industrieterreingebied. En dan denk je van, wat is dit? En ineens kom je hier. En als er geen vliegtuigen zijn, hè, met dank aan Schiphol, dan is het hier heel idyllisch. Je ziet ook zelfs de oude kerk, die staat er nog. Ja, die is helemaal gerestaureerd. Hè. We hebben hier zo'n bouwer in het dorp. En die heeft die hele toren heeft die, gerestaureerd. Er zijn mensen echt jaren bezig geweest. Want het was natuurlijk allemaal heel erg verwaarloosd en zo. Er zijn mensen jaren bezig geweest om het glas in lood helemaal te maken. Dus er wordt echt gebouwd aan het dorp. En als je hier kijkt bijvoorbeeld, we hebben een nieuw huis laten bouwen. Het Hein de Haan huis. Dus zo. En kunnen we ook nog in de kerk of is die afgesloten? Ik weet niet of die, er is altijd een geheime ingang, maar dan moeten we dan even kijken of dat ook daadwerkelijk kan. Nou, je moet even kijken. Oh, Roos heeft inmiddels buurtgenoten ontmoet. En Roos loopt ook met een flesje wijn. Heb je mee, Roos? Ja, wij moeten vergaderen. Ik was net in Bretagne, het is cider, heel onschuldig hoor. Maar ja. Lekker hoor, cider. En u bent? Ja. Ik ben nieuwsgierig naar het flesje. Ja, het is goed flesje. Nee, vergaderen. Oh, oké, ja. Dat kan achteraf wel. Hoi. Hi. Sander? Ja, Sander, ja. Hey, ik hoorde, in Ruigoord heb je geen tijd, of bestaat tijd eigenlijk niet. Nou, we zetten de tijd een beetje stil soms hier. Ik zou dan een half uur geleden opnemen, maar je bent er, eindelijk. Ja, voilà, hier zijn we. Met een prachtige snor. Nou, dankjewel. Loop je mee, want ik wil heel graag de kerk even zien. Moeten we even kijken of we erin kunnen eigenlijk? Ik heb geen idee. Nou, laten we kijken. Anders kan het via de pastorie eventueel. Ja, dan gaan we binnendoor route. Extra spannend. Wat gebeurt er nu in de kerk? Op dit moment moeten we het zelf ook maar even gaan ontdekken wat er gebeurt. Maar over het algemeen zijn er verschillende evenementen en activiteiten in de kerk. Van een markt zie ik hier nu. Nu is een marktje gaan, ja, de Ruigmarkt. Die zijn ze net een beetje op en bouwen en voor en breiden ze het hele weekend. En laten we even via de pastorie, dat is zeg maar het stukje waar de pastoor vroeger woonde met zijn... Met Elsje, of dat nou wel of niet zijn vrouw was, dat laat ik even... In het midden. In het midden, ja. Maar nu worden er ook volgens mij feesten georganiseerd, ja, toch? Ja, zeker weten. Kom je daar graag? Sommige feestjes vind ik hartstikke leuk. Ik ben zelf niet zo heel erg van de house muziek en van de techno. En die feesten worden hier ook gegeven. Dus dan ben ik er meestal maar eventjes of niet. Maar er zijn ook poëziedagen en avonden of gewoon avonden met live bands en zo. Maar ik hoorde ook heel vaak op die technofeesten wat het beeld wat ik een beetje bij heb en verbeter me als het niet klopt. Maar dat er veel drugs wordt gebruikt in Ruigoord. Nou, ik zou niet zeggen veel. Ik bedoel, ieder housefeestje, ik denk ieder festival tegenwoordig is het dat drugs overal is. En hier is het natuurlijk dat beeld wel een beetje ontstaan. Maar ik vind het niet meer dan wat ik overal zie. Nee, zeker niet. Nee. Op het stadhuis gebruiken ze ook heel veel drugs. Gebruikt u wel eens? Ja, AT5. Nee, ik ben echt een drank en vroeger, tuurlijk. Vroeger, lang geleden. Tuurlijk. Jij ook niet meer? Nee. Drugs, koffie? Koffie. Roos, jij zit hier eigenlijk het langst. Kun jij iets vertellen over wat we hier nu zien? Het kerkje, het katholieke kerkje. Laten we even verder lopen als het lukt. Niet protestant. Katholiek. Dit was... voor de katholieke deel uit zelfs Vlaanderen van de arbeiders van de suikerfabriek in Halfweg. Die werden uit zelfs Vlaanderen gehaald en die waren katholiek. Hier hebben de mensen een kerkje neergezet, allemaal gespaard om het te bouwen. Prachtig. Ja. Is dit ook nog allemaal origineel, glas in lood? Bijgewerkt door de glas in lood kunstenaars van het dorp. Zie je, sommige dingen zijn origineel, sommige ramen daar. Maar deze zijn echt met de, zie je die heldere kleuren bijgewerkt. Het is fantastisch, zie ik nu, want het is helemaal gaaf weer. Er zit geen gat in. Ja, het ziet er prachtig uit. Zijn er ook wel eens trouwerijen in Ruigoord? Kijk daar, zie je mooie symbolen erin verwerkt in plaats van een zeskantig kruis. Of is er nu zo'n magisch vijfpunt kruis? Heel mooi. Het ziet er prachtig uit. Laten we even over de markt teruglopen, want ik wil ook nog heel graag even naar de salon. De beruchte salon. Oh, zo berucht is hij niet hoor. Nee? Hij is ontzettend leuk. Hij is helemaal prachtig verbouwd door Michael Kamp.
En daar gebeuren ook bijzondere lezingen. Er zijn trouwerijen. Ja, heel erg leuk. Ik hoorde wel dat iedereen daar een beetje samen kwam eigenlijk. Is dat zo? Nou, ook. Ja. Nou, er zijn heel veel punten om samen te komen. Dat kan eigenlijk overal. Is Sander nog ergens? Ja, Sander die loopt... Oh, Sander loopt rustig met Roos mee. En als je daar kijkt, die mooie grijze man daar zo. Dat is Michael. Ja. Ik zie er twee. Ja, maar hij zit nu met zijn rug naar je toe. En hij is degene die zeg maar die salon helemaal tot leven heeft gebracht. En hij is nu ook weer aan het uitbouwen, maar dat kan hij eigenlijk zelf het beste vertellen. Want degene die het doet, die moet het gewoon vertellen. Ik ben net Michael aangekondigd als knappe grijze man. Hoe vind je dat? Ja, alles met een hoge hoed op heeft sowieso mijn aandacht natuurlijk. Als daar mooie rode haren onder vandaan komen. Hadden jullie goede gesprekken? Ja, zeker. Over de juristerij en over het op te richten stichting. Vrienden van Salon Ruigoort. En dit is de salon. Kun je ons even laten zien hoe het eruit ziet van binnen? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Volgens mij loopt Roos ondertussen weg. Roos, gaat u er vandoor? Ja. Oké, dank u wel. U ook. Nou, laten we even binnenkijken. Nou, gezellig. Laat ik jullie ook, ja, want ik moet naar een vergadering. Is dat oké? Dag, of niet? Dag genieten. Dank je wel. Jij ook bedankt. Yes, aan het einde doe ik het toch nog goed, hè? Ja, zeker. Doeg. Nou, dit is dus Salon Ruigoort. Ja. En dit is de salon. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, het is voornamelijk eigenlijk mijn atelier. Maar het is ook een plek wat we beschikbaar maken voor publieke activiteiten. Zoals concerten, theater, workshops, yoga, meetings, ontbijtjes, lunches. Op kleine schaal, leuke dingen. Veel concerten vooral. Hou je het bewust een beetje rommelig, mag ik wel zeggen? Goed, als hier een festival is, dan proberen we het natuurlijk zo efficiënt en zo werkbaar mogelijk te houden. Maar op dit moment zitten we natuurlijk tussen activiteiten in. En ik ben en altijd een beetje aan het bouwen hier. Ik bouw er iets aan of ik bouw er iets in. Dat is eenmaal mijn aard. En was dit er altijd al, de salon? Of heb je dit zelf gemaakt? Nee, dit gebouw, vroeger was dat een landbouwschuur en daar stonden allerlei machines in en toen was die schuur verzakt. En toen heeft Hans Schitter in 1985 op die plek een atelier neergezet. Dat was een oud noodgebouw wat hij had gekocht in Heemstede. En daar heb ik dat in 2003 van hem overgenomen en dat werd toen mijn atelier. En 5 jaar geleden dacht ik van, mensen vinden het zo leuk om hier te zijn en het is zo'n mooie grote ruimte, weet je wat. Ik zet er een vleugel in en dan krik het gebouw op, zet er verwarming en dubbel glas in en dan kan je het ook 's winters zijn, want het was anders te koud. Wat vind je ervan? Je kijkt een beetje rond, ja, Sander. Ik vind het fantastisch. Dit is een van mijn favoriete plekjes van Ruigoort. Waarom? Het is hier zo rustig, het is hier zo sereen en het is heel open ook. En ik ben zelf ook een verzamelaar van allerlei vreemde snuisterijen. Nou, jij noemt het rommelig, ik noem het een prachtige verzameling, zeg maar. Dus ik kijk graag mijn ogen uit naar dingen die dan... Dat is altijd weer iets nieuws. Altijd weer iets nieuws erbij wat ik dan nog niet gezien heb. Heb je al iets om nieuws ontdekt? Ik zag dus net, dat is niet zo heel bijzonder, maar gewoon een doosje met allemaal van die houten... Pennen, van die lange vingers. En ik ben dan meteen weer aan het denken van, dat zijn wel een paar pennen. Wat zou er dan mee kunnen? En weet je wel, zo gaat je gedachte, die gaat dan meteen weer alle kanten uit. En dat vind ik gewoon leuk. Maar dat is niet de enige reden waarom ik hier graag ben. Los van dat Michael gewoon een prachtige, mooie man is waar je vaak gewoon graag en goed mee kan onderhouden. Goede gesprekken mee kan voeren. Zijn hier dus vaak ook gewoon concerten. Of komen mensen hier gewoon bij elkaar voor goede yoga sessie. En het is gewoon heerlijk. Het is zo vrijblijvend. Het is gewoon, het is gewoon goed. Echt Ruigoort. Voor mij is het echt Ruigoort, ja. Voor mij is het ook een heel belangrijk onderdeel van Ruigoort dat dit er is. Het heeft mij ook gewoon echt helpen verbinden makkelijker met Ruigoort. Want je hebt natuurlijk die feestjes waar we net ook over hadden, van die housefeestjes. Nou, die zijn hartstikke gezellig, maar ze zijn niet echt mijn kopje thee. Dus dan kom ik liever gezelliger hier aan en dan zit ik bij Michael en dan heb ik ook gewoon in één keer een hele mooie dag. Ja, we moeten inmiddels al wel weer afronden. Maar ik denk, als mensen hier een keertje langskomen bij Ruigoort, mogen ze dan even de salon binnenstappen? Als ik er ben, dan is de deur meestal wel open, ja. En dan kunnen ze allemaal de jaren 50
stofzuigers bewonderen, de aap in de boom. En als ze geluk hebben, dan is er ook een beetje homemade apple pie. Heerlijk, klinkt goed. Stel dat u nou een keertje in de buurt bent, fiets dan even langs. De salon is open en heeft dus kennelijk heerlijke appeltaart. Dank voor het kijken en morgen zijn we er weer. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan.